Ja, je ziet dat het wordt ze ooit onmiddellijk kwalijk genomen. Dat is heel typisch voor dit soort van in principe gesloten werelden. Wij gaan over het klimaat. Andere personen dienen zich daar niet mee te bemoeien. Het klimaat is van ons. En de klimaatverandering die hebben wij uitgevonden, die is ook van ons. Van Rossum bemoeien er niet mee. Waarom niet? Waarom zou ik geen kritische vragen mogen stellen? Wat is dat voor raars? He? Met Van Rossum, kunt u mij horen? Wij zijn kennelijk nu aan de beurt. Eerst heb je het noorden van het land. Ja. Dat is dan natuurlijk heel begrijpelijk dat men dat vindt. Staat dat ding al aan? Ja, hij is niet? Al aan. Ja, ik heb hem al gezien. Ja. Ja, we hebben het over de vakantie. Uit oogpunten van spreiding van de vakanties kan ik me wel begrijpen dat het is zoals het is. Dus eerst is het het noorden van het land en dan het midden en het zuiden als ik het wel heb. Maar vooral als je natuurlijk zelf in het midden woont en bijvoorbeeld kinderen wonen in het noorden en je kleinkinderen, dan is het retende onhandig. Kijk, Wij zijn nu gepensioneerd, dus we hebben altijd vakantie. Maar als dat niet zo is, is het enorm onpraktisch. Dat families uit elkaar getrokken worden eigenlijk door dat vakantieverschil. En dan kun je natuurlijk zeggen, dat trekt ons gewoon niks van aan. Maar dan heb je nog een kans dat je bestraft wordt. Hè? Want als je kinderen spijbelen, dan word je gegrepen. Niet altijd overigens, maar dat die mogelijkheid bestaat. Dus ja, ik heb er begrip voor. Nee, het is niet handig. Nee. Maar ja, je kunt ook zeggen, ik haal mijn kinderen al iets eerder van school. Er zijn toch scholen die flexibel daarmee omgaan? Ja, in principe wel. Als je in principe een braaf verantwoordelijk burger bent en die kinderen gaan altijd normaal naar school, dan zullen ze niet piepen. Als je eens een keer een weekje eerder bent, bovendien heb je op alle scholen, dat was vroeger toch ook zo, een eindeloze overgangsperiode dat die school zogenaamd nog draait, maar eigenlijk al lang niet meer. Ja, dat kan weken duren bij mijn weten. Er zijn repetitieweken, dat had je vroeger. Bestaat dat nog? Ik weet het allemaal niet. Repetitieweken? Ja, dan krijg je dus allemaal repetities van alle verschillende vakken om de vraag te beantwoorden of je wel op verantwoorde wijze over kon gaan. Oh, dat zegt me helemaal niks. Ah, kijk eens aan. Het regime is veel milder geworden. Wellicht ook wel iets te mild, maar goed, dat is een kwestie die we nog eens op een ander moment aan de orde moeten stellen natuurlijk. Ja. Wat je in Nederland moet doen om de enorme aftakeling die zich in het onderwijs voltrekt, om die tot een halt te brengen. En eventueel de zaken weer te verbeteren. Want op de internationale ranglijsten zakken wij en zakken wij en zakken wij. En dat geeft natuurlijk toch wel te denken. Dat de efficiëntie van het onderwijs, dat die niet best is in Nederland. Ja. En als je ooit in zo'n klas bent geweest op zo'n school, dan begrijp je ook wel een beetje waarom dat zo is. Ja. Er zijn ook niet meer heel veel mensen die leraar willen worden, heb ik het idee. Geen mens. Ja, er zijn enorme tekorten aan leer, zowel aan onderwijzers, zowel die geloof ik tegenwoordig ook leraar heten. En al het onderwijzend personeel van de andere middelbare scholen. En het gekke is natuurlijk dat er ruim voldoende mensen opgeleid worden voor het onderwijs, maar ze gaan niet werken in het onderwijs. En iedereen begrijpt waarom dat zo is. Het is een slopende baan, niet waar, die waardeloos betaald wordt. Het is een van die sectoren waar de overheid al, dat begon toen met Deekman, de Hossers en de Nahossers. En toen werd al gezegd van nou, we gaan daar eens fix op bezuinigen. Op mijn salaris is in de tijd ook 3% bezuinigd. Ja, als je dat leuk vond of nog niet leuk vond, dan gebeurde. En de meeste mensen die natuurlijk het onderwijs werken, kunnen niet zo makkelijk iets anders gaan doen. Dus ja, het wordt slecht betaald. Het is heel zwaar werk. Weliswaar ook zeer bevredigend werk als het goed gaat. Maar ja, het is de hele sector onderwijs is in feite structureel verwaarloosd door de overheid. Zoals zoveel zaken die de overheid niet waar dient te vervullen voor zijn burgers structureel verwaarloosd zijn in de afgelopen 30, 40 jaar. Dat is heel triest, maar zo is het. Ze moeten wel ook wel heel veel dingen doen, hè? Nou ja, het zijn heel normale dingen. Elke normale overheid zorgt voor behoorlijk onderwijs. Ik denk ook, dat staat ook in de grondwet. Sowieso, we hebben het al eerder over gehad. In de grondwet staat een vrij duidelijk artikel over de sociale plichten die de overheid heeft. En op grond daarvan, ja, iedereen wordt tegenwoordig altijd woedend als de rechters zich over dit soort van zaken uitspreken. Maar zet het dan niet in de grondwet. Of je houdt eraan, of je zegt dat je de hele grondwet flauwekul vindt. Hè? De VVD heeft bijvoorbeeld die neiging om dat te doen. Ja. Komt er wat minder uit, zo'n grondwet. En ook die internationale verdragen, ja, daar hebben we getekend. Maar ja, dat gedonder. Hè.
ja, we winnen ons op voor die Polen en die Hongaren. Maar in Nederland hebben die stemmen ook regelmatig weer klonken. Ja, maar de overheid moet heel veel realiseren voor de burgers. Dus ik kan me ook voorstellen dat er soms wel eens iets bij inschiet. Nou, dat ben ik niet met je eens. De overheid heeft zich te houden aan datgene waartoe ze zichzelf heeft verplicht. Ja, zo niet, dan dient de overheid tot de orde geroepen te worden. En de overheid heeft niet geschitterd in de afgelopen decennia, dat kun je bepaald niet zeggen. En dat komt natuurlijk door onze obsessie. Zeker, die was er natuurlijk al in allerlei opzichten. Maar die is zeker door de kredietcrisis sterk bevorderd dat we voortdurend structureel moesten bezuinigen. Omdat, hoe was het ook weer, het vaderland moet klaargemaakt worden voor de nieuwe eeuw. De meest heilloze retoriek die ooit verzonnen is, dat is gewoon flauwekul. Ja, want bij budgetair staan we er prima voor. Ja, want ook deze minister van Financiën, demissionaire minister van Financiën, die heeft ook alsmaar de staatsschuld afgelost. Ja, dat had hij niet moeten doen en daarvoor ook niet. Ja, daar moeten we het zo even over hebben. Niet waar, wat de gevolgen zijn geweest voor de burger. In Nederland is het vertrouwen van de burger in de overheid sterk afgenomen in de afgelopen decennia. Mm. Wij waren een zogenaamde high trust society. Dat betreft ook het vertrouwen tussen de burgers onderling. Maar wanneer was dat zo? Nou, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Tot betrekkelijk tot voor kort. En dan komt dat de overheid zelf natuurlijk voor allerlei wantrouwen gezaaid heeft. Wat dacht je van zo'n toeslagenaffaire? Dat kweekt natuurlijk niet alleen wantrouwen ten aanzien van de slachtoffers van die affaire, maar ook in brede zin in de samenleving creëert dat wantrouwen in de overheid. Die overheid die zich gedraagt, ja, crimineel is misschien een groot woord, maar ja, die volstrekt handelt in strijd met het belang van de burgers. Het hele idee dat de overheid opereert vanuit een soort van structureel wantrouwen over het gedrag van burgers valt in hoge mate te betreuren. Ja. Overigens, nog één dingetje over dat onderwijs. Natuurlijk ik denk dat je dat op de universiteit niet hebt, maar op de basisschool heb je natuurlijk ook nog de ouders die nog eens een keer een verhaal komen halen, hè, op de scholen. Ja, ik heb van ouders eigenlijk weinig last gehad. Ik heb wel eens iemand gehad die zeer ontevreden was over het cijfer van de doctoraalscriptie. Dat was een meisje en die zei, ja, mijn vader heeft het ook gelezen. Ik dacht, aha, die heeft waarschijnlijk meer gedaan dan lezen. En mijn vader werkt voor de TH Eindhoven en die vond het een geweldige scriptie. Ja, dat is jammer dat hij dan bij de TH Eindhoven werkt en niet hier, want hier beoordeel ik het. En niet mensen die werken bij de TH Eindhoven. Nee. Nou ja, ik heb er verder nooit meer iets van gehoord. Ja. Ik heb altijd verlangd naar een zodanig, er was bij ons een protestcommissie. Dus als je echt heel ontevreden was over je cijfer, kon je bij die commissie in beroep gaan zeggen, ja, die docent, dat is zo'n achterbakse sadist, die heeft mij nu een 6 gegeven, terwijl het er misschien wel een 11 waard is, zo'n prachtige scriptie is. En ze dreigden wel eens, we waren heel ontevreden. Dus ik zei, ja, god, er is een commissie, gaat u in beroep? Ja. Ik heb altijd verlangd naar mij het verdedigen van mijn eigen oordeel over zo'n scriptie. He, kun je dat nou een beetje op structureel, kan je dat op een rij zetten? Waar zit het hem in? Hoe is dat cijfer dan gerelateerd aan een schaal van 0 tot 10? Nou, dat leek me geweldig, maar ja, het is nooit gebeurd, dus ik mis het tot op de dag van vandaag. Nee, ik heb er laatst een programma inderdaad over mogen maken, waarin dus ook gezegd wordt, die examencommissie, die staat ook totaal los van het bestuur van de universiteit. Ja, dus, terecht natuurlijk, ja. Want die commissie die moet zo objectief mogelijk kunnen oordelen over de becijfering. Ja. En in de becijfering, dat moet regelrecht worden toegegeven door iemand die een leven lang becijferd heeft, zoals ik. Daar zit een vrij sterk arbitrair element in. Ik wil wel uitleggen waarom dat zo is. Kijk, je hebt een stapel liggen van 200 tentamens. Met de 4 essayvragen. Dus dat betekent dat je 800 essayvragen moet nakijken. Dan komt allereerst al het probleem dat de meisjes vrij leesbaar zijn. Dat de jongens waarschijnlijk de zaak op hebben geschreven onder invloed van verdovende middelen. Oftewel ze nog een kater hadden van 2 weken. Ik weet het niet precies, maar vaak maken jongens handschriften de indruk van totale geestelijke verwarring. Laten we het maar zo noemen. Dus je moet eerst het al zien te ontcijferen. En dan loop je natuurlijk stel voor, je hebt er 10 nagekeken en het is werkelijk onbeschrijfelijk slecht. Dat gebeurt wel eens. Ja, daar is er eigenlijk geen één bij die voldoende is. En dan begin je aan jezelf te twijfelen. Want dan denk je, ja misschien heb ik dit punt al helemaal gemist op college. Misschien heb ik het wel vergeten. Het was misschien een rare dag of zo. Of ik ben afgeleid. Het kan bij mij nog alles gebeuren. Dus ja, je legt ze toch apart. Je denkt van, nou ja, laat ik eens kijken hoe wat de rest gaat opleveren. En dan de 11e is er een waar alles perfect, helder, goed leesbaar beantwoord is. De 10.
Hè? En dan denk je, kijk, die eerste 10, die waren inderdaad ontzettend klote slecht. Die verdienen een onvoldoende. Want die 11e, die bewijst dus dat je het heel helder en goed hebt uitgelegd. Hè? Want die, dat staat daar gewoon. Ja. En dus dat, je kan beïnvloed worden door de willekeurige, arbitraire volgorde waarin je het nakijkt. Ze liggen meestal niet op alfabet, maar de manier waarop ze ingeleverd zijn, zou ik maar zeggen. Dat je dat leuk hebt gevonden al die jaren, om dat nakijken. Nee, dat vond ik helemaal niet leuk. Ik vond nakijken iets verschrikkelijks. Vooral omdat je het gewetensvol wil doen. Je wil ze niet benadelen. En tegelijkertijd wil je ze ook niet dat je denkt, nou ja, het zijn allemaal zulke randebielen. Maar kan dat niet automatisch? Dat je ze gewoon op de computer wil maken en dan dat scant? Nee, want ze zijn allemaal handgeschreven. Ja, maar dan moet je zeggen, typ het maar. Het heeft een hele tijd geduurd voordat wij laptops van de faculteit konden krijgen voor tentamens. Maar meestal voor studenten met een handicap. Die bijvoorbeeld moeilijk konden schrijven of zoiets dergelijks. Omdat je natuurlijk moest vermijden dat ze tijdens een tentamen ook even op het internet gingen kijken wanneer Napoleon geboren was. En als je het niet weet, niet dat dat nou zo belangrijk is, maar dan kun je het opzoeken. Dan moet je een andere vraag stellen. Je moet ook zorgen dat ze die telefoons niet bij de hand hebben. Want dat is ook, dan kun je de hele wereld in opzoeken in zo'n ding. Ja. Hè? Dus, maar goed, ik was toch al. Ja, ik ben natuurlijk in. Voor het laatst zal ik een tentamen hebben nagekeken in 2009 of zo. Dus al 12 jaar geleden. Waar die telefoons ook, dacht ik, nog niet zo verbreid is. Ja. Ze hebben het nu over proctoring, hè? Dus dat is dus, omdat het nu ook door COVID, maken ze op afstand die toets, dus thuis. En dan staan er dus allemaal cameraatjes op die studenten gericht, of ze niet afkijken. Dat wordt, daar zijn dus ook juridische bezwaren en zo. Daar geloof ik niet zo in. Kijk, je had meisjes die schreven hun naam op hun bovenbeen. Of de antwoorden op hun bovenbeen. Ja, je kunt niet zeggen van, til je jurk eens op. Want ik wil wel eens even kijken wat je daar zit te lezen. Dus ja. In mijn indruk was dat er niet verschrikkelijk veel werd afgekeken. Het zal wel eens gebeurd zijn, ja, maar nee. Er werd normaal gesurveilleerd. Dus dat moet je toch. Dat heeft al een afschrikkende werking, zou ik maar zeggen. Maar ik heb het nooit prettig gevonden. Nogmaals, omdat je wilt het zo gewetensvol doen. En er zit onvermijdelijkerwijs een arbitrair element in. Ja, eventjes over een stukje geschiedenis doorpraten. Ik dacht, jij zegt altijd, je moet lezen wat niet je eigen mening is, hè, maar die op je zit. Want dat zet je misschien aan het denken of te erger. Ja. Mits die van redelijke aard is. Ik bedoel, ik lees niet op het internet de QAnon-opvattingen. Dat de kindergraven in bodegraven, waar was het ook weer, het gevolg zijn van satanische praktijk. Ik bedoel, dat lees ik niet. Nee. Maar ik heb mijn leven lang met vrucht de Economist gelezen. Dat is een Brits financieel-economisch weekblad. Van zeer hoge kwaliteit. En voor een niet onbelangrijk deel van die periode. Ik lees dat sinds halverwege de jaren 60 ongeveer. Dat was weinig bladen zijn zo grondig van uiterlijk veranderd als dat blad. Dat is nogal komisch. Maar voor het grootste deel van de tijd was ik het niet eens met hun opvattingen. Maar die werden altijd op een bijzonder solide wijze verdedigden zij hun opvattingen. Er zit variatie in en dat hangt deels samen met wie de hoofdredacteur is. Er is nu een vrouwelijke hoofdredacteur die vind ik redelijk progressief in het algemeen. Ze zijn natuurlijk getrouwd met de vrije ondernemersgewijze productie. Maar ze zien daar ook wat de tekorten van in waar gecorrigeerd moet worden, zeker. En zeker in het begin, in de jaren 60, waren ze nog vrij sterk labor gericht. En dat verandert dan natuurlijk. Zij waren wel Thatcher-adepten over de hele linie. Maar ik heb het altijd met plezier gelezen. Het zit goed in elkaar. Het is zeer, zeer informatief. Ook als je niet met ze eens bent, is het toch informatief. Dus ik heb daar veel baat bij gehad, kan niet anders zeggen. En ze hebben eerder dit jaar geschreven over hoe dit COVID-jaar ging verlopen. Hè? Want het was begin dit jaar het sentiment, de vaccins zijn er dus, we zijn vrij. Ze hebben toch redelijk goed toen, met de kennis van dat moment, volgens mij was dat januari, december, hebben ze geschreven van ja, het wordt toch nog wel een redelijke bumpy ride. Nou, dat zeg ik alleen, maar het zal er nog een hele tijd blijven, omdat we natuurlijk toch de problemen onderschat hebben. Dat is nu ook duidelijk. Ja, Nederland kleurt nu gewoon ook zo donkerrood dat we op weg zijn naar zwart. De kleur van de dood. Maar ja, dat gaat toch een probleem geven. Ik neem aan dat ook andere Europese landen zullen zeggen, ja, wacht nou eens even. Maar we zitten niet te wachten op al die geïnfecteerde Nederlanders. Nee. Ook de Olympische ploeg, begrijp ik, daar is de ene na de andere valt uit die besmet is geraakt. Natuurlijk allemaal jonge lui die ook zijn gaan dansen in Enschede. En de noodsituatie daar hebben ze zitten. En nu zitten ze met de gebakken peren. Ja, dat is Tokio, noodsituatie. Ben jij bang dat je die Delta-variant krijgt? Nee.
ben ook nooit echt bang geweest in eerste instantie. Nee. Dus, nee. Het leek me, als je je afstand hield, die doet geen gekke dingen. Je gaat niet naar de... Kijk, ja, als je per se naar de horeca wil gaan schreven, dansen en zoenen en knuffelen. Ja, dan moet je niet zeiken dat je besmet raakt. Nee, natuurlijk, de grote besmetter is de horeca, laten we wel wezen. Nou, misschien een Tessel op de boot. Oh, dan sta je ook op de boot. Ja, dan sta ik altijd lekker in de wind aan de reling. De kans dat je daar besmet wordt, dat het je aanwaait vanaf het Marsdiep. Dat je een soort wolk van virussen uit het Marsdiep op ziet stijgen. Dat zie ik 1, 2, 3 nog niet gebeuren. Nee, ik leid natuurlijk het leven van een bejaarde. Vergeet dat niet. Ik zit daar in mijn eentje op die bestudeerkamer boven. Mijn vrouw heeft ook die komt ook niet regelmatig de deur uit. We gaan niet naar de horeca. Dus ja, je zou het voor je kleinkinderen kunnen krijgen in principe. Want ja. Mijn vrouw heeft de kleinkinderen omgekocht. Die zagen dat ze niet zo zitten eigenlijk het prikken, maar gewoon een klein financieel bedrag waren ze wel bereid op. Ja, zijn wat dat betreft moderne Nederlanders. Ja. Er kan onderhandeld worden. Ik moet nog iets zeggen over het klimaat, want dat je begrijpt, dat heeft een immense hoeveelheid opwinding heeft dat gegeven, de klimaatzaak. Waarbij natuurlijk de meest gangbare reactie was. De heer Van Rossum is historicus, geen klimatoloog. Kortom, waar bemoeit hij zich mee? Wij klimatologen maken dat wel onder elkaar uit. Kritische vragen van niet-klimatologen, daar zitten we helemaal niet op te wachten. Ja, ik vond het een vrij stupide en beperkt soort van reactie, moet ik zeggen. Want eigenlijk blijf ik aan mijn stelling vasthouden. En mijn stelling was, maar zoals gewoonlijk heeft niemand goed geluisterd. Mijn stelling was dat het zou best zo kunnen zijn, maar het is wetenschappelijk nog niet steekhoudend bewezen. En uit alle reacties, ook van de mensen die vonden dat ik mij wel bijzonder lichtzinnig had uitgelaten over deze materie, blijkt in feite dat dit soort van uitzonderlijke weersituaties, want dat hadden we geconstateerd, dat stilliggende lage drukgebied en zo, waar ineens een enorme hoeveelheid water uitvalt, steeds op dezelfde plek. Dat is een uitzonderlijke situatie, dat is een incident, een weerincident. En nu is de theorie van de klimatologen dat is het nieuwe normaal. Maar dat zit al in de formule ingebakken, dat is een voorspelling. Dat wordt het nieuwe normaal. Stond ook allemaal van, wacht maar af Van Rossum, dat wordt het nieuwe normaal. Ik wou natuurlijk niet terugsturen van, joh, ik ben 77, hè. De tijd dat ik, de kans dat ik daar heel veel last van krijg, die is niet zo groot. Ik wens jou veel sterkte, by the way. Nee, maar het is een voorspelling. Een voorspelling is geen wetenschappelijk bewijs, het is een voorspelling. Het kan zijn dat het een heel waarschijnlijke voorspelling is, maar nogmaals, het is heel lastig om incidentele gebeurtenissen op, laten we zeggen, logische wijze te verbinden met structurele ontwikkeling op de lange termijn. Laat ik nogmaals zeggen, ja, ik geloof dat er opwarming van de planeet is. Dat heb ik toen ook gezegd, als ik het wel heb. Ja, zeker. Nou ja, je al heel snel krijgt verwijt dat je er lichtzinnig mee omgaat en hoe erg het is. En, nou ja, dat we met onze vingers aan de rand van de afgrond hangen en... Nou ja, je weet dat wij zijn zo geschoold in eschatologisch denken. Hè, dat het einde der tijden op een of andere manier moet het nabij zijn. Hè. Eerst hebben we dat christendom prijs moeten geven. Hè. De Heere weer terug zou komen op aarde dan. Maar goed, nu komt de Heere dan weer terug op aarde in de vorm van verschrikkelijke regenbuien. Op een heel andere manier dan we misschien verwacht hadden. Nogmaals, de voorspelling is dat deze patronen, namelijk van die regen en die hitte en enzovoort, dat een normale situatie zal worden. Maar tot op heden is het nog geen normale situatie. Denk er maar over, Van Rossum, dat is het nieuwe normaal. Oké, als dat zo is, als je over 25 jaar zegt, nou, het is één ding, is duidelijk, er is een nieuw patroon ontstaan, en dat is dat er met enige regelmaat gigantische hoeveelheden water naar beneden komen, dan zeg ik oké, maar die mogelijkheid heb ik opengelaten. Ik blijf bij mijn punt, en dat vind ik toch wel een soort gemakzucht in klimatologische kring. Je kunt werkelijk geen scheet laten over het is het gevolg van de klimaatverandering. Dat zal voorshands eerst nog eens samenhangend en wetenschappelijk verantwoord bewezen moeten worden. Of dit het nieuwe normaal is. Ja. Want er wordt wel steeds maar gedacht alsof die overstroming, alsof dat allemaal spiksplinternieuw is. Neem China, hè, want jij begrijpt, zie je wel. Ja,
Vals, nu China, nou ja, dan weet je wel hoe het zit. Hè? In China zijn overstromingen, als je, ja, de meeste mensen hebben het geheugen van een kanaal, dus die houden er niet bij. In China zijn verschrikkelijke overstromingen aan de orde van de dag. Enorme droogte in het zuidwesten van de Verenigde Staten is een verschijnsel wat zich al decennia met enige regelmaat voordoet. In hoeverre dan dat, als het nu zo is, ineens wel de klimaatverandering... Nou, kortom, ik hoop dat ik mijn punt nu toch duidelijk heb gemaakt. Het zou kunnen dat het nieuwe normaal is. Maar beste mensen, dat zullen we eerst even af moeten wachten. Hè? Want het is nu nog een incident. Niemand heeft gezegd, ja zie je wel, we hebben de afgelopen 20 jaar hebben we al weet ik hoeveel van die buien gehad. Ja. Het is een wonder dat Vaals nog overeind staat. Ja. Hè? Ik vond het wel grappig dat Gerrit Hiemstra, dat is dus toch volgens mij de weerman van de NOS, tenminste ik zie hem daar niet heel vaak, maar af en toe toch wel, die had zich er ook mee bemoeid. Die zei van, is Van Rossum nu de opper waterwappie of zoiets? Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar dat had ik ook gezien. Ja, je ziet dat het wordt je ooit onmiddellijk kwalijk genomen. Dat is heel typisch voor dit soort van in principe gesloten werelden. Wij gaan over het klimaat. Andere personen dienen zich daar niet mee te bemoeien. Het klimaat is van ons. En de klimaatverandering die hebben wij uitgevonden, die is ook van ons. Van Rossum, bemoei je er niet mee. Waarom niet? Waarom zou ik geen kritische vragen mogen stellen? Wat is dat voor raars? Ja. Ik bedoel, als Hiemstra een kritische vraag over de Koude Oorlog wil stellen, Gerrit, laat het horen. Bel en volgende week beantwoord. Misschien heb je wel een magisch verstandige vraag gesteld. Wie zal het zeggen? Ja. Wat is dit voor poppenkast dat we een soort van kampen, niet waar, met prikkeldraad eromheen hebben waar je dus niet in mag komen. Klimatologen links, Koude Oorlogkenners rechts. Hè? Flauwekul. De minister was het wel met je eens. De minister, ja. Dat geeft altijd te denken natuurlijk. Ik weet niet wat aan de minister voorgedraaid is. Nou, er was dus op de regionale omroep in Limburg, die hadden het daarover en die hadden dus een fragment geknipt van wat jij had gezegd. Dus ze hadden laten zien van het is een freak incident. Ja. En het is toch niet bewezen dat dit... wat je net hebt verteld. Dus dat lieten zij zien. En toen hadden ze Cora van Nieuwenhuizen, hadden ze via een verbinding aan de lijn. En toen zeiden ze, ben u het eens met wat meneer Van Rossum zegt? En toen zegt ze, ik mag van wetenschappers niet zeggen dat het door de klimaatverandering komt. Dus dat moet eerst nogmaals bewezen worden. Nou kijk, dat is alles wat ik gezegd heb. Ja. Gerrit, heb je daar goed naar geluisterd? En graag een kritische vraag over de Koude Oorlog. Dat zou ik zeer op prijs stellen. Okay. Nou, lees er eens een boekje over. Misschien heb je er wel hele andere opvattingen over. Ja. Wie zal het zeggen? Helga van Leur had ook nog gereageerd trouwens. Ik weet even niet meer wat zij zei, maar ze had wel een leuke reactie. Ken je Helga van Leur? Je hebt bij de slimste mens gezeten, maar meer ken ik niet van haar eerlijk gezegd. Dus ze is ook lange tijd weervrouw bij RTL geweest. Ja. En toen, volgens mij gaat ze nu ook naar waar er dan een storm is. Daar gaat ze dan naartoe om dat te onderzoeken of te kijken hoe dat gaat en zo. Dus, Jezus, overstroming zeg. Ja. Dit kan geen toeval zijn. Nee. Ik draai een flesje open en ik flikker dus zo'n hele regen bij mijn linkerbeen is nu net vals. Zeg. Ja. Verschrikkelijk gewoon, de schade is enorm. Dus de lieve heer die ingrijpt, denk enorm. Ik. Of Gerrit misschien wel, op afstand. Ja, dat zou Gerrit. Ja. Gerrit stuurt op afstand. En wat zag ik? Oh ja, op één. Op een gegeven moment belde op één, op een avond, daar had ik zo'n meisje aan de lijn. Die zei, ja, we hadden dat, meneer Van Rossum is nogal uitgesproken. Mogen we dat fragment laten zien? Toen zei ik, nou, laat het maar zien. En toen zat daar dus mevrouw Koopmans, Marion Koopmans, die is daar schijnbaar ook mee bezig. Met klimaat. Ja, die is ik dus... Ik dacht dat ze van de virussen was. Ja, maar dus ook met het klimaat is ze bezig. Zeg mevrouw Koopmans, dat gaat zomaar niet, hè. U kunt zich als klimatoloog, sorry, als virusdeskundige niet zomaar met het klimaat bemoeien. Dat kan niet, hoor. Echt niet. Nee. Kritische vragen zijn verboden. Ik had dus nog een stukje uit Elsevier, wat tegenwoordig dus EW heet, schijnbaar, want ze mogen die naam niet meer gebruiken. Nee, en, dat klopt. En dat was van de hoofdredacteur Joustra. En dat was dus wat ik jou wilde voorleggen. Die zegt dus van wij vergeten eigenlijk onze nationale feestdag. Hij refereerde aan Frankrijk, die dat natuurlijk nu recent hebben gehad. En hij zei, de Nederlandse ontstaansgeschiedenis is, als ik het niet vergis, 26 juli. En waarom is dat dan wel? Nou, dat heeft ermee te maken dat we ons toen hebben losgerukt van de Spaanse overheerser. Oh, dat is de akte van verlatingen. Ja.
Ja, je kunt ook de Unie van Utrecht nemen. Dat is ook een, vind ik ook een heel mooi punt. Ja, maar hij zegt, wij moeten dat ook vieren. We moeten niet steeds op 4 en 5 mei. Je kunt ook zeggen, voor het 1648 natuurlijk, als in Münster eigenlijk de Nederlandse soeverein Nederland erkend wordt als zijnde een nieuwe soevereine staat. Er zijn allerlei momenten, dat komt natuurlijk omdat de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Republiek natuurlijk een hele lange, complexe geschiedenis is. Dat begint in 1568 en het duurt tot 1648 in feite. En er zijn allerlei fasen vallen daarin te onderscheiden. En ja, ik geloof een paar jaar geleden is een hoop werk gemaakt van die akte van verlating. Dat is ook een, op zichzelf was dat natuurlijk een soort revolutionaire vernieuwing. Dat je zei, ja, als de soeverein zich misdraagt, in dit geval de Philips II, dan heb je het volste recht om tegen de soeverein te zeggen, je kunt de pot op en wij vertrekken. Wij vonden dat natuurlijk zelf ook wel vrij eigenaardig in die republiek. Vandaar dat ze nog jaren gezocht hebben naar een nieuwe soeverein. Wat eigenlijk geen groot succes is geworden. Hè. Denk aan die Leicester. Die zou dan ook soeven. Maar goed, dat was allemaal zeer onbevredigend. Dus zo is het tenslotte niet gelopen. En zo zijn we natuurlijk aan het stadhoudelijke systeem gekomen. De stadhouder is eigenlijk iemand waar die moet eerst bevestigd worden als stadhouder. Want we hebben ook bijvoorbeeld een stadhouderloos tijdperk gehad. Hè. Dus Johan de Witt die had het wel gezien met die stadhouder toen Willem II die koepoging heeft gedaan. Ja, we dwalen wel af op deze manier. Dus toen hebben we een hele tijd zonder stadhouder gezeten tot 1672, het rampjaar. Hè? Een stukje weer, radeloos, reddeloos, redeloos. Ja, nou dat hebben we overleefd. En op zichzelf was de Republiek natuurlijk een uniek succes, vooral omdat het natuurlijk zakelijk zo'n gigantisch succes was. Ja. Een van de redenen dat we tenslotte gewonnen hebben, of in ieder geval onze zelfstandigheid hebben verzekerd, was dat we zoveel geld hadden. We hadden geld om troepen aan te nemen. We hadden geld om een grote vloot uit te rusten. We hadden geld om vestingen te bouwen. Dus we waren in staat om ons behoorlijk te verdedigen. Ja. Tot we verraaien werden door, ik geloof de Engelsen die toch gepakteerd hadden met de Fransen. En met die malle, die bomme Berend, de burgemeester wou ik zeggen, de bisschop van Münster. Die ja, bisschoppen waren toen ook nog seculiere heersers die fijn lekker meevochten. De heer was daar toen nog voor. Ik weet niet of hij er nu nog voor is. Maar staat er niet nog steeds God zij met ons met op onze muntjes? Ja, volgens mij aan de zijkant wel, ja. Ja? Ik weet het niet zeker. Ja, ik heb geen muntjes hier. Nee, bij je hebt wel de gulden. Maar zie, nou, daar zie je aan hoe weinig je op zo'n euro let dat je niet hebt bestudeerd. Wat er nou eigenlijk precies op staat. Dus ja, God, Nationale Feestdag. Ik zit daar niet op te wachten op een Nationale Feestdag. Ik vind dat niet zo verschrikkelijk belangrijk. Ik vind het wel belangrijk dat je enig idee hebt hoe de Republiek tot stand is gekomen. Namelijk door zich los te maken van in feite een repressief regime van de Habsburgers. Wat in dit geval sterk samenhing natuurlijk met de godsdienstproblemen. Godsdiensttwisten. Tussen de gereformeerden, of de mensen die, laten we zeggen, de reformatie volgden en de Rooms-Katholieke Kerk. Maar feit blijft dat wel een interessante ontwikkeling is, omdat wij een burgerlijke republiek waren. Dus zonder een van God gezonde soeverein. Hey, we hebben vorige week Rita van Donk gedaan. Ja. Dus dat was natuurlijk. Ze zou het wel fijn hebben gevonden dat ze voor het eerst in 10 jaar weer zijn naam hoorde, ja, in de media. Ik heb nog niks van haar gehoord, maar je zei al, misschien is ze wel op vakantie, dat zou kunnen. Dan ligt ze ook in zo'n krakkemikkerhutje. Ik ben er zeker van dat ze niet naar een podcast van mij luistert. Ja, maar als iemand haar daarop attendeert, misschien wel. Dat zou kunnen. Dan wordt ze weer eens een keer ergens genoemd, want ik hoor haar naam nooit meer. Ja, maar dan zodra ik 5 minuten op slag ben, zal ze begrijpen dat ze het beter uit kan zetten, ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar dat was natuurlijk de periode Balkenende. Dus we zijn natuurlijk nog een beetje in het staartje van die periode. Ja, we zitten met Balkenende. Dat zijn een hele reeks kabinetten in feite. Je hebt Balkenende 1. Nou ja, dat is het bekende 87 dagen kabinet wat door ruzie in de LPF uiteengevallen is. Overigens, ik was nog even journaals aan het terugkijken en toen zeiden ze dus dat Heinsbroek, die minister was, die kwam dus met zijn Bentley. Kwam die dus. Ja, het binnenhof op. Ja, en toen ging dat alarm ook nog af. Dus dat kon ik me helemaal niet meer herinneren. Ik had het wel eens terug gaan kijken. Toen zag ik dat. Vond ik wel komisch. Het waren de Bentley boys. Dat waren dan dus ondernemers die de blitz gemaakt hadden. En dan, die kochten dan allemaal zo'n Bentley. Ja, en hij zei ook. In die tijd dus nog geen Duitse. En nu is Bentley gewoon een BMW, maar dan iets duurder uitgevoerd. Maar toen waren Bentleys nog echte Bentleys. Maar die waren helemaal niet bijster betrouwbaar volgens mij. Ja. En hij zei ook ergens van, ja, ik heb nog nooit zo hard moeten werken.
Als minister? Nee, want hij was ook zo iemand die door een of andere vruchtbare deal... of een uitkoop of weet ik hoe dat ging. Daar kon je in één klap kon je daar tientallen miljoenen mee verdienen. En van tientallen miljoenen kun je in Nederland een volstrekt comfortabel leven leiden tot je al lang dood bent. Ja, dat is waar. Hoe gaan we die Balken in de periode doen? Wat is daar noemenswaardig aan? Ja, ik wil één ding in ieder geval vermelden. Dat is denk ik even Balken in de 1 is dus 87 daden. En dan krijg je Balken in de 2. Dat is ook, heeft ook de tijd niet volgemaakt. Want dat struikelt dan op een goed moment volgens mij over de Ayaan Hirsi Ali kwestie. Ja. En dan is er een tijdelijke soort van caretaker, hoe je dat, een waarnemend kabinet als Balkenende 3. En dan krijg je Balkenende 4. En dat is het kabinet met de Partij van de Arbeid erin. Ja, met Wouter Bos als... Met Wouter Bos als minister van Financiën. En daarvan zijn twee gedenkwaardige dingen te vertellen. Namelijk gedenkwaardig ding. Eén is natuurlijk dat de kredietcrisis daar precies baf middenin valt. Ja, want je hebt dan verkiezingen gehad 2006. En dit kabinet is het resultaat van die verkiezingen. Een moeizaam resultaat. Want CDA en PvdA dat gingen helemaal niet zo verschrikkelijk goed samen. Ja, dat is door wijfels aan elkaar genaaid, zou ik maar zeggen. Die ging dan steeds met ze op de hei zitten. Oh ja, een beest als wagen. Ja, precies. Om de zaken dan nog een beetje recht te kunnen breien. En die hebben toen, dus Bos en Balkenende hebben natuurlijk nog een feestbegroting ingediend in september 2008, denk ik. En toen knalde die kredietcrisis plotseling. En dan had Lehman failliet in New York en dan is het ineens helemaal fout. En dreigt in feite het hele economische verkeer vast te lopen met dramatische gevolgen. En dat heeft ook de Nederlandse overheid tientallen miljarden gekost, want een aantal van onze grootste banken moesten gered worden. Dat stelde overigens ons wel in staat om de ABN feitelijk weer terug te kopen. Ja. Hè? De ABN, ABN was overgenomen door een bankenconsortium met ik weet het, Fortis en was er niet ook een Spaanse of een Engelse bank nee, bij? Dat kan, ja. Kijk, daar ben ik naar de fijne puntjes weer wat van heet. Maar het was nog wel een triomf dat we eigenlijk uit deze enorme ravage, niet waar, de ABN weer terug hebben kunnen krijgen. Of dat nu helemaal gecompenseerd is, dat bedrag. We hebben toen 36 miljard betaald, dacht ik, voor de ABN. Ik dacht dat het grotendeels teruggekomen was, het geld wat we erin hebben gestoken. Op zichzelf moeten we natuurlijk even constateren dat de kredietcrisis het gevolg was van het totaal onverantwoordelijke gedrag van banken en mensen die hypothecair geld uitleenden. In de allereerste plaats in de Verenigde Staten, omdat daar in feite vrijwel alle regelgeving opgedoekt was. In de presidentschappen van Reagan en Clinton. Want daar is Clinton natuurlijk in allerlei opzichten ook mede schuldig aan. Daar had hij ook spijt van, zei hij later. En wie hebben dat betaald? Natuurlijk deze enorme kladderadatsch financieel. Gewoon de belastingbetaler die heeft moeten dokken. Want dat is het gekke. Ik weet van geen enkele bankier die op enige wijze gestraft is voor zijn wangedrag. Zij gingen gewoon door met het uitdelen van bonussen. Hè? Goldman Sachs, in feite in allerlei opzichten een van de meest gewiekste oplichtersbenden op aarde. Hè? Die kreeg enorme steun en een deel van die steun die werd besteed aan het uitkeren van gigantische bonussen. Het was echt, nou ja, als ergens niet waar de uitwassen van het met name financieel kapitalisme zichtbaar waren dan wel in de kredietcrisis. En het wonderlijke van die kredietcrisis is in feite geweest dat het aanvankelijk, als je naar de cijfers kijkt, is het zo'n hele diepe V-vormige insnijding. Dus de hele boel stortte bang in elkaar. En dan herstelt het zich eigenlijk vrij snel. En dan gebeurt er iets heel raars. En eigenlijk het bijeenkomst van de G20 in 2011 is daarvoor indicatief. Dat ineens overal iedereen besluit, we moeten enorm bezuinigen. We hebben zoveel uitgegeven, dat kan absoluut niet. Dat moet verschrikkelijk bezuinigd worden. En toen is er overal enorm bezuinigd. Maar je begrijpt, als je overal bezuinigt. Hè, er waren landen die deden verstandig aan om te bezuinigen. Maar er waren ook landen die in feite die hele zaak best konden betalen. Niet per se hoefden te bezuinigen. Denk aan de Bondsrepubliek, denk aan Nederland. Er zijn allerlei landen in Europa die eigenlijk over de hele linie een vrij verantwoord financieel beleid hebben gevoerd en nog voeren. Maar andere landen niet. Maar iedereen ging op de rem staan. Hè? Kijk, dat heeft maar één effect. Namelijk dat je dus ziet dat die
schade van de kredietcrisis nog eens een keer enorme schade oploopt. Met als gevolg dat het herstel van de kredietcrisis eigenlijk heel lang heeft geduurd. Heel anders dan de COVID heeft een enigszins vergelijkbare knal veroorzaakt vorig jaar. Maar de COVID, het COVID-herstel, voor zover wij weten, is ontzettend snel en dynamisch in feite. Want nu, daar zie je aan dat ook dit soort van dingen puur modeverschijnselen zijn. Nu is er geld genoeg. Hè? Het is nou dat het raampje al open staat, maar het zou me niet verbazen als dadelijk gewoon enkele duizend euro's naar binnen kwamen waaien. Hè? Ja, die ze drukken me door, dus dat kan niet op. Ik begrijp uit moderne economische inzichten dat ook allemaal best kan. Hè, want je had in de tijd toen ook met die bezuinigingen van het kabinet, dat Koen Teulings, die was toen voorzitter, ik bedoel leider, ik bedoel directeur van het planbureau. Die zei, dat is nergens voor nodig, al die geweldige bezuinigingen. Je veroorzaakt allerlei schade die helemaal niet veroorzaakt hoeft te worden. Maar ja, dat was Rutte met dat gebezuinigd. Hè? Want we komen zo aan vriend Rutte natuurlijk toe. Die ook een van de super... Ja, die is nu ineens helemaal genezen van de bezuiniging. Hè? Dus het is net of het een ziekte was, eigenlijk. Nou ja, je slikt zo'n pilletje. Hè? En nu is ineens de hoofdpijn van de bezuiniging is ineens over. Je zult zien dat er komt ook weer een tijd dat ineens in de mode is om geweldig te gaan bezuinigen. En dat komt natuurlijk omdat de economische wetenschap natuurlijk ik bevocht er even mijn vinger en die hou ik in de wind. Dat is bij de economische wetenschap een heel interessant. Dat is namelijk een alfa-wetenschap. En dat is maar in heel beperkte mate een echte wetenschap, maar die doet net en heeft de indruk weten te wekken dat het een beta-wetenschap is. Dat je het gewoon allemaal uit kunt rekenen. In de werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Kijk maar, want als het echt een beta-wetenschap is, dan kun je ook voorspellingen doen. Ja. Hè? Want ik zal maar zeggen, als je wil weten waar staat Mercurius ten opzichte van de aarde over 3 jaar, 6 maanden en 3 dagen, dat kun je gewoon uitrekenen. Vandaar dat we ook zo'n satellietje af kunnen schieten, wat precies op tijd is waar die moet zijn. Omdat het voorspelbaar is. Geldt dat voor de economie? Voor geen meter. Totaal niet. Dat wil zeggen, er is een hele mathematische sector in de economische wetenschap. En daar werkt het allemaal als een tierenlier natuurlijk. Maar die heeft heel weinig te maken met de werkelijke economie. Want dat is een rommeltje. En die bestaat uit prijsafspraken, markten werken niet perfect. Er zit overal frictie in een economie. Er komen nieuwe sectoren op en oude sterven af. Kortom, het is een zootje, daar komt het op neer. En niemand heeft daar, laten we zeggen, in theoretische zin, heeft daar greep op. Het is natuurlijk wel zo, gaat het hartstikke slecht, dan kun je er geld in pompen. Dan moet je hopen dat het weer wat beter gaat. Kan ook hele inflatoren effecten hebben en dan heeft het weer niet zulke gunstige gevolgen natuurlijk. Kortom, de economie doet net alsof we er alles van af weten, maar dat is niet zo. Hè? Ik wil het nou niet vergelijken met die klimatologen, want zo ergens ook weer niet bij de klimatologen. Maar misschien moeten ze toch voor in allerlei opzichten wel eens een beetje de hand in eigen boezem steken. Hoe vond je Bos toen in die periode? Die deed dat prima, bij mijn weten, voor zover ik me dat herinner en voor zover ik natuurlijk niet op dit punt een verschrikkelijke deskundige ben, ging dat eigenlijk heel behoorlijk. En hij verscheen dan steeds heel studieus onderaan die trap samen met Balkenende. En hij zag het leed van de wereld rusten op hun schouders. En wat ik me ervan herinner, want vrij snel daarna begon natuurlijk de eurocrisis, heeft de Nederlandse regering toen een geweldig voorstel gedaan dat Europa gezamenlijk zou moeten opereren in de eurocrisis. Dat alle eurolanden of alle landen van de Europese Unie die mee wilden doen, de eurolanden, dat die een soort bedrag in een bepaalde pot zouden stoppen. En jammer genoeg, dan was waarschijnlijk die hele crisis, die was overgewaaid. Ja, de Duitsers wilden tot geen prijs een gezamenlijk beleid. En dat heeft geleid tot een langdurige en ook wel enigszins tragicomische eurocrisis. Tot tenslotte Draghi zei, we zullen alles doen, whatever is needed, zullen we doen. En toen was het plotseling over met de eurocrisis. Daar zie je ook aan kijken. Financiële markten, dat is ook... Ik bedoel, als ze in de krant lezen dat Merkel haar neus heeft gesnoten. En dat alles, ja. Dan kan dat zomaar effect hebben in de financiële markten. Dat is ook een zenuwbedrijf in allerlei opzichten. Dus dat is punt 1. Dat kabinet werd getroffen door de
crisis, door de kredietcrisis. En bij mijn weten hebben ze dat in feite vrij redelijk weten aan te pakken. In ieder geval hebben we ABN weer terug. Of we daar nou blij mee moeten zijn, dat is nou weer wat anders. Maar we hebben de ABN weer terug. Nog eventjes noemen Fortis trouwens. Is volgens mij helemaal verdwenen, als ik het wel heb. Maar er is nog een andere kwestie bij dit kabinet. Dit is dus waar we gebleven, Balkenende 4. En dat is de vermarkting van de thuiszorg. En omdat ik daarvan de effecten zelf heb ondervonden, nou zelf niet, maar mijn moeder wel, wil ik daar toch iets over zeggen. De vermarkting van de thuiszorg was, zoals je zult begrijpen, ook een bezuinigingsmaatregel. Een van de meest asociale, halfcriminele bezuinigingsmaatregelen ooit getroffen. Ook daar was de Partij van Arbeid mede verantwoordelijk voor. Mijn moeder had thuiszorg. Mijn moeder was licht dementerend. Mijn moeder had thuiszorg. Daar verscheen elke dag een meisje en die hielp mijn moeder op hetzelfde tijdstip. En ze wist natuurlijk hoe dat meisje heette. Je maakte een praatje en na enige tijd verdween ze weer. Toen werkte thuiszorg vermarkt. En, nou, ik wil niet zeggen dat er toen 16 verschillende meisjes kwamen, maar er kwamen verschillende meisjes op volkomen onvoorspelbare tijdstippen. Dat is, kijk, voor mij zou het al vervelend zijn als het zo was, maar voor iemand die licht dementeert en die ver in de 80 is, zoals mijn moeder, was dat, ja, heeft dat naar mijn idee altijd het proces van dementeren in feite versneld. En ik heb nooit gelezen dat het werkelijk een wezenlijke en noodzakelijke bezuinigingsmaatregel was, omdat het ook in die zin een enorm achterbakse maatregel was, in de zin dat mensen hun vaste dienstverband verloren en dan weer terug konden in een soort losdienstverband, waarbij ze in het algemeen een mindere uurprijs kregen dan in een oorspronkelijke vaste dienstverband. Ik heb er niet alle verstand van de wereld van, maar ik vond het een voorbeeld van een asociale maatregel, eerste klas. Ook een maatregel die specifiek het effect heeft dat mensen het vertrouwen in onze overheid verliezen. En dat je denkt, hoe kan dit nou? Wie effectueert dit? Door wat voor halfgare kamer wordt dit gesteund, deze maatregel? Waar ontzettend veel mensen enorm veel nadeel van hebben. Voor wat? Voor wat is daar nou de netto bezuiniging van deze hele maatregel? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Bij mijn weten was het eigenlijk alleen de SP die heel effectief hiertegen in opstand is gekomen, zonder dat het overigens veel resultaat heeft gehad. Nee, ik vond dus de vermarkting van de thuiszorg, dat zijn dingen die nooit hadden moeten gebeuren naar mijn idee. Dan maar iets duurder, ook niet zo erg, hè? Ook niet zo erg dat de bovenkant van de samenleving ineens geen dure BMW kon kopen. Of een nog iets grotere BMW, hè, waar al die Duitsers hebben. Dus gaan loopt ook vlammen van 1 tot en met 4 of 5. Hè. Dus je kunt een klein Mercedesje krijgen, een iets groter Mercedes A. En dan heb je Mercedes B, je hebt Mercedes C. Hè, en je hebt Mercedes E en je hebt Mercedes S. Nou, je ziet je een hele carrière, heb je hier klaarstaan in feite. Ja, want ze zijn allemaal net een graadje beter dan de vorige. En status geeft het ook. Ja, Audi idem dito. Ja. Ja. Terwijl meestal heb je natuurlijk met het simpelste model, ben je goed bediend in feite als je toch niet al te grote ritten maakt. En als je al te grote ritten maakt, ben je ook niet goed bij je hoofd. Nee. Maar die thuiszorg, die effecten zijn nog steeds voelbaar. Hè? Er is niet nooit meer iets aan gedaan om dat terug te draaien, nee, toch? Nou ja, dan hebben we natuurlijk maar dat goed. Dan zijn we ondertussen al bij Rutte bezig. Ja, tenslotte verdwijnt ook dit kabinet omdat de PvdA een ruzie krijgt met het CDA. Ik ben nu eerlijk vergeten waar het precies over ging, waar de ruzie precies over ging. En dan krijg je de verkiezingen waarbij dus het CDA werkelijk een enorme doffe dreun krijgt. En het Balkenende natuurlijk van het toneel verdwijnt. Ja, dus Balkenende heeft geen enkel kabinet eigenlijk helemaal af. Nee, ik geloof dat het langzittende kabinet van Balkenende, dat was 1100 dagen of iets in die geest. Dus ruim 3 jaar. Ja. Dus het is uiteindelijk altijd misgegaan. Maar uiteindelijk is hij wel ongeveer 8 jaar minister-president geweest. Ja. Ja. En ik zag nog een fragmentje waarin Philip nog het nieuws las destijds. En die sprak toen de woorden van in het buitenland werd hij als de Harry Potter benoemd. Als je hem toen zag, het was ook inderdaad sprekend Harry Potter. Ja, Balkenende had iets hulpeloos. Hè? Ja, iedereen herinnert zich toch wel die verkiezingscampagne waar die, ik geloof, eerst breekt hij zijn benen op een skateboard. Gaat hij nog iets anders doen wat hij beter niet had kunnen doen aan de andere kant. Had dat ook wel iets... Iets vertederends natuurlijk. Hij liep ook zo raar op de voorkant van zijn voeten. Op de
de bal van de voet zat. Ja, dat klopt, ja. Het werd, weet je, ook een beetje komisch naam. Maar goed, dat was helemaal niet stom. Dat was natuurlijk de kwestie niet. Oké, okay. Nou, dan hebben we nog veel voor de boeg. Dit was hem denk ik voor deze keer. Toch, we hebben alles benoemd. Ja, dit moet het geweest zijn voor deze keer.